Ja, de Boxer is natuurlijk nieuw ingestroomd binnen Defensie. De 13e Brigade die maakt gebruik van de Boxer als zijn inzetmiddel. En daarom gebruiken we nu ook de Boxer in deze setting, in deze oefening, om natuurlijk het operationele zo goed mogelijk na te bootsen. De Boxer is een tactisch voertuig waar in ieder geval een pantsergeniegroep mee opereert. Dus wanneer zij gebruik maken van explosies of dergelijke, zal het altijd gebeuren vanuit de Boxer. Buis, doorlopen, doorlopen! Nou, de opbouw van de oefening is zo in elkaar gezet dat we eerst kunnen gaan wennen aan de springstoffen waarmee we springen en aan het weer daarmee. Daarna gaan we de mineurs ook trainen om in een tactische setting weg te zetten. Zodra een pantsergeniegroep iets gaat springen, dan wordt de mineur naar voren geschoven en die moet op dat moment moet hij de beslissingen gaan maken hoe dingen worden weggelegd en moet hij daarin ook mensen aan gaan sturen. Nou, we trainen op Curaçao omdat dit veel meer lijkt op de gebieden waar wij ook daadwerkelijk worden ingezet. Dus neem een Mali, neem een Afghanistan. Hier lijkt het veel meer op ons uitzendgebied. En daarin kunnen wij dus veel beter en gerichter trainen. Dat is gewoon een hele groot pluspunt.